De overheid heeft niet goed nagedacht over de verhoging... van het btw-tarief voor overnachting in hotels... schrijft ABN AMBRO, de economer daar, in een rapport. De coalitie hoopt door het btw-tarief van 9 naar 21 procent te verhogen... bijna een miljard euro extra op te halen. Klinkt interessant, maar economen van de bank denken... dat dat nog geen 300 miljoen zal zijn als het niet nog minder is. We gaan erover praten met Stef Driessen. Hij is sectorbanker leisure bij ABN AMBRO. Goedemorgen. Goedemorgen, Ivan. Ja, en u zegt eigenlijk: um, die berekeningen die zijn niet goed. Daar wordt een uh, gedachtefout gemaakt. Hè? Hoe, hoe zit dat? Nou, in ieder geval komen wij op een heel ander uh, getal uit. Ja, dus als wij kijken naar de, naar de hotelomzet en uh, waar die wordt gerealiseerd en, en waar dus ook de poging be uh, betrekking op heeft, uh -huh. en dan komen wij op ongeveer een derde uit van, uh, van wat het ministerie voor ogen heeft. En hoe komt dat? Nou ja, hotels realiseren gewoon ontzettend veel omzet uit bijvoorbeeld eten en drinken. Mm -hmm. en, en dat is een omzetcategorie die je niet raakt met een BTW-verhoging. Het kan niet zo zijn dat een kop koffie in een hotel straks met 21% belast is. Terwijl dat bij het restaurant of op de hoek uh, slechts 9% is. Mm -hmm. Oké. Okay. Dus daar wordt geen rekening mee gehouden. En bijvoorbeeld ook niet, geloof ik, met zakelijke gebruikers die gewoon BTW kunnen terugvragen. Dat is ook allemaal meegenomen. Maar... Nou, daarnaast. Ja, daarnaast is ook... He, dus, dus 6% van de hotelomzet komt uit de verhuur van zalen. Nou, dat geeft dan een beetje aan dat er vrij veel vergaderd wordt in hotels. Ja. Um, dat is samen met 40% uh, zakelijke overnachtingen... He, dus 40% van alle hotelgasten uh, overnacht daar namens zijn of haar uh, bedrijf... Mm -hmm. Ja, en dat bedrijf kan gewoon de btw terugvorderen. Dus ja. ook op, op die omzetcategorie heeft de btw-verhoging geen betrekking. Nee. Zijn in de berekeningen uh, van de overheid meegenomen dat het aantal overnachtingen waarschijnlijk zal gaan dalen? Want ja, als het duurder wordt, gaan waarschijnlijk minder mensen hier slapen. Ja, dus de overheid gaat ervan uit dat een kwart van de btw-verhoging door de hotels zelf wordt opgevangen. Nou, dat raakt enorm aan de, aan de winstmarge bijvoorbeeld. En daarnaast uh, wordt gerekend op een kleine 7% minder overnachtingen. Dus als je kijkt wat het effect is op de verlies- en winstrekening van de Nederlandse Hotellerie. Hè, en je zou uitgaan van de aannames van de, van de overheid. Mm -hmm. Ja, dan gaan we van een gezonde bedrijfstak met winst die uh, vennootschapsbelasting of winstbelasting afdraagt. Ja, gaan we eigenlijk uh, naar een situatie toe waarbij, nou ja, dat laatste in ieder geval niet meer gebeurt. Mm -hmm. hè, dus de winstbelasting die gaat fors omlaag. En dan is er eigenlijk nog een, nog een derde, die hebben wij niet becijferd, maar dat is denk ik de belangrijkste van allemaal. Uh, een verblijfsgast in Nederland... Uh, oh, verbinding valt even weg. Overnachting. Uh, meneer Dries, u viel even weg. U zei een verblijfsgast in oh. Nederland. En daarna? Uh, 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 nou, een, een buitenlandse verblijfsgast oh. hè, die op vakantie komt in Nederland... geeft ongeveer een kwart uh, van zijn vakantiebudget aan de overnachting. En dat betekent dus dat de andere drie kwart... Uh, wordt uitgegeven aan bijvoorbeeld excursies, uh, winkels... Vervoer binnen Nederland. Mm -hmm. hè, dat zijn allemaal omzetcategorieën die ook worden geraakt. En waar ja, per saldo ook weer btw-derving uh, en uh, winstbelasting-derving uh, uh, plaatsvindt. Ja, maar als ik dit zo hoor, en dan speelt ook nog het aspect van de grensregio... Hè, want als je daar naartoe gaat, ja, waarom ja. zou je dan niet in Duitsland gaan slapen? Misschien wat goedkoper. Um, uh, gemeenten en overheden die uh, inkomsten of, uh, toeristenbelasting mis gaan lopen en dergelijke. Als ik dit zo hoor, en ik ja. zit een beetje op een bierveeltje mee te rekenen... het is wat vroeg voor bier, maar toch... dan uh, kom ik toch bijna negatief uit, of niet? Dat, dat is precies wat wij ook denken. Ja, dus wat, wat zou uw advies zijn rondom dit voorstel? Nou, in ieder geval nog eens heel goed kijken. Er is, de Nederlandse overheid is heel zorgvuldig. Zeker als het gaat om bijvoorbeeld het in beeld brengen van uh, nou, de, de effecten van maatregelen op de koopkracht van consumenten. Mm -hmm. Ik denk dat we hier uh, bij, bij een verhoging van deze orde, hè, we gaan van 9 naar 21 procent naar de afgelopen uh, 50 jaar, in de periode 1969 tot 2019, is op overnachtingen nooit boven de 6% geweest. Dus het is echt een enorme stap. Ja. Ja, dan moet je toch eigenlijk wel even kijken naar wat zijn nou de effecten. Uh, kan een sector dat dragen? Is dat draagkracht? Uh, en wat zijn ook de effecten in de aanverwante en toeleverende sectoren? Want ja. ik denk, als je die laatste meeneemt, uh, ja, dan kom je per saldo negatief uit met deze maatregel. En dan, en dan uh, snij je dus uh, ja jezelf plekken waar je dat niet wil. Dank Stef Dries, sectorbanker leisure bij ABN Amro.